Ik ben Noortje, 21 jaar oud en zit in mijn laatste jaar tot de opleiding MBB'er. En deze volg ik in het Haagse ziekenhuis op locatie Zoetermeer. Voordat ik hier kwam werken heb ik een technische opleiding geprobeerd. Hierbij miste ik het stukje anatomie. Op de afdeling radiologie komt dat samen. Je bent bezig met de techniek, maar ook met de menselijke anatomie. Ik ben Romee, ik ben 28 jaar. Ik ben MBB'er op de radiologie en interventieradiologie van het Haagse ziekenhuis locatie Den Haag. Ik heb voor dit beroep gekozen door mijn interesse in de werking van het menselijk lichaam en alle medische technieken die er tegenwoordig worden toegepast. Veel patiënten komen wel in aanraking met de radiologie, zowel voor, tijdens als na de behandeling, waardoor je eigenlijk van alle specialisten wel iets meekrijgt. Hoe mijn werkdag eruit ziet is helemaal afhankelijk van waar ik ingedeeld sta. De ene dag sta je met een leerling ingedeeld, heb je gewoon een vast programma en begeleid je diegene daardoorheen. De andere dag heb je een avonddienst en dan ben je met een klein team verantwoordelijk voor alle onderzoeken die er dan gaan gebeuren. Trombolyses zijn gaat. Okay. Ik ga alvast naar de CT-scan. Ja, zeker. Mijn dag begint met een dagstart. Hierin worden belangrijke zaken besproken en krijgt te horen waar je die dag staat ingedeeld. Zo sta je de ene keer op de CT-kamer een scan te maken van de aorta en ben je de volgende dag bezig op de spoedeisenhulp. Er zijn veel mogelijkheden om je te ontwikkelen op de afdeling radiologie. Je hebt verschillende post-HBO-opleidingen, bijvoorbeeld de interventie, de MRI, de mammografie, CT of echografie. Nou, we gaan zo een scan maken van uw aorta. Het is daar belangrijk dat we stil blijven liggen. Ja? Ga ik u naar binnen schuiven. Zelf kreeg ik de kans om binnen onze afdeling medisch-wetenschappelijke onderzoeken te coördineren. Ik begeleid leerlingen en ik ben stralingsbeschermer, waarvoor ik ook scholing geef aan collega's. Daarnaast heb je als niet-nucleair geschoold MBB'er ook de kans om je verder te ontwikkelen om uiteindelijk radiofarmaca toe te kunnen dienen. We zijn een ziekenhuis waar je als laborant op meerdere modaliteiten werkt en je ook de kans krijgt om dat verder uit te breiden naar bijvoorbeeld het Juliane Kinderziekenhuis, waar je dan ook doorlicht onderzoek uitvoert bij kleine kinderen en baby's. Het meest dankbare aan mijn werk is als je ziet dat iemand weer opknapt door de behandeling. Bijvoorbeeld als iemand met een herseninfarct binnenkomt en niet meer kan praten en dan bij het verlaten van de kamer je toch gewoon zelf bedankt.